Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 oktober. Verschillen in Nederland. In het noorden van het land is veel bewolking aanwezig en valt af en toe wat motregen. In het midden en zuiden van het land zijn opklaringen en is het af en toe ook mistig. En de bewolking vanuit het noorden die schuift langzaam wat meer naar het zuiden. Vanochtend is het ook fris met zo'n 6 tot 9 graden. Vanmiddag wordt het 10 tot 13 graden. Ook dan valt er hier en daar wat lichte regen of motregen. In het zuidwesten kan de zon af en toe doorbreken. Vanavond weinig verandering in het weerbeeld, hoewel het wel op de meeste plaatsen geleidelijk aan droog wordt. De temperatuur die daalt naar zo'n 6 tot 10 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen is er op veel plaatsen weer wat meer ruimte voor de zon. Smiddags dus wordt het dan zo'n 11 tot 12 graden. Alleen het zuidoosten van het land houdt toch wel kans op vrij veel laaghangende bewolking. Donderdag blijft het ook op de meeste plaatsen droog, wordt het zo'n 10 tot 12 graden. En vrijdag is de verwachting wat onzeker. De kans op een buitje is aanwezig, maar waarschijnlijk blijft het toch wel droog op de meeste plaatsen. Het wordt dan zo'n 12 tot 15 graden. En zaterdag gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen, waarna het op zondag een stuk warmer gaat worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.